Wat zeg je nou tegen jezelf? We kennen het allemaal wel. Je hebt van die stemmetjes in je hoofd en die vertellen je eigenlijk allemaal dingen die je niet wilt horen. Nou, ik ga het vandaag niet over die stemmetjes hebben. Maar ik ga wel over iets hebben wat jou enorm kan helpen om te zorgen dat je één hele duidelijke stem in je hoofd hoort. En dat is een ondersteunende stem. En dat is heel makkelijk te bewerkstelligen, namelijk door het gebruik van een mantra. En wat is nou een mantra? Nou, iedereen die wel eens heeft geluisterd naar Indische meditaties, die kent dat wel. Dat zijn een soort korte zinnetjes die je over en over tegen jezelf zegt, waardoor je als het ware opgaat in die meditatie. Nou, is het niet mijn intentie om jou nu te gaan laten mediteren of om iets constant tegen jezelf te laten zeggen. Maar ik wil je wel een hulpmiddel geven wat jou echt kan helpen om zeg maar jezelf de juiste mindset te geven. Om te zorgen dat je jezelf een ander verhaal vertelt en om je te focussen op wat je echt wilt bereiken. En wellicht het meest belangrijk, om te zorgen dat je gaat geloven dat wat jij wilt bereiken, dat je dat ook echt kunt bereiken. Hoe werkt dat? In principe is het één zinnetje wat je in verschillende variaties, ofwel hetzelfde, tegen jezelf zegt. En het mooiste is natuurlijk als jij voor jezelf een bepaald doel hebt gesteld, wat je wilt bereiken. Ik zeg maar even iets, ik ben zelfverzekerd. En als je dat doel voor jezelf hebt opgeschreven en als je hebt besloten, daar ga ik aan werken, om dan dat uitgeschreven doel als mantra te nemen. Dus in mijn voorbeeld wat ik net gaf, ik ben zelfverzekerd. Kijk, en dan kan je je dus voorstellen dat je een situatie hebt waarin je je niet zelfverzekerd voelt. Bijvoorbeeld, je gaat naar een netwerkevent en je moet mensen voor het eerst gaan ontmoeten. En eigenlijk heb je helemaal niks met netwerkevents. En heb je dus alweer allerlei dingen in je hoofd oppoppen die zeggen waarom het niet een goed idee was dat je naar dat netwerkevent ging. Want ja, je kan je niet goed voorstellen, heb je wel de juiste kleren aan? Nou, we kennen allemaal wel die woep. Gedachten die loskomen zodra je iets gaat doen waar je eigenlijk tegenop ziet. En wat enorm helpt is als je op dat moment gewoon begint met het in jezelf zeggen van je mantra. Ik ben zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd. En tuurlijk zijn er andere dingen die je moet en die je kunt doen. Maar ik weet wel dat het mij in ieder geval ongelooflijk helpt om een mantra te hebben en om dat op te gaan zeggen op het moment dat ik zo'n interne paniekaanval heb. En dat ik dan ook echt ga voelen van yes, ik ben zelfverzekerd. Hé, hey, hier ben ik. Dit ben ik. Hallo, ik ben Yvonne Dam. He, je ziet jezelf ook zelfverzekerd staan. En wat mooi is als je dan natuurlijk ook op dat moment, dit gaat over zelfverzekerd zijn, die houding aanneemt, klaar voor bent en zelfverzekerd naar binnen gaat. Hoe doe je dat nou, zo'n mantra voor jezelf vaststellen? Nou, weet in ieder geval dat de meest stevige, dus degene die het meeste effect hebben, die beginnen met de woordjes ik ben. Het kan ook zijn ik heb of ik doe, maar het meeste is echt ik ben. Dat is het sterkste, want dat zegt iets over jouw core. Over jouw innerlijk, over wie jij bent als mens, als compleet plaatje. Hoe vaak jij tegen jezelf zegt ik ben zelfverzekerd, hoe meer dat echt zeg maar van binnen en van buiten ook daadwerkelijk gaat blijven hangen. En ik geef daar even een voorbeeldje van wat het duidelijk maakt waarom dat ik ben zo belangrijk is. We hebben hier thuis de regel dat als je iets stoms doet, ik noem maar iets, je gooit een beker melk om of je laat je boterham met pindakaas vallen, dat je niet mag zeggen ik ben stom. Niet over jezelf en ook niet over die anderen. Oké? Je mag wel zeggen ik doe iets stoms of je doet iets niet handig. Ja? Het punt is, stel even mijn dochter Noah gooit een beker melk om en ik zeg god, wat ben je ook stom. Gooi je weer die beker melk om, want het gebeurt wel vaker.
Wat ben jij weer stom? Oké? Okay? Dat raakt gelijk. Hè? Want het gaat over jouw persoon. Hé, wat doe je dom? Waarom gooi je die melk om? Wat doe je dom? Het verschil tussen ik ben dom of stom en ik doe dom, is dat iets doen is eenmalig. Of is een wederkerend iets. Maar dat zegt alleen maar over wat je aan het doen bent. Dat zegt niks over jou, over jouw kern. Ja? Dus daarom hebben wij hier in huis de regel. Hey, niet zeggen ik ben stom. Ook niet zeggen tegen een ander jij bent stom. Maar als er iets misgaat en je wilt dat stom betitelen. Want dat is natuurlijk sowieso denk ik niet echt dat ik dat zeg. Maar we zeggen allemaal wel eens iets in onze... enthousiasme is een groot woord. Maar je snapt wat ik bedoel. Je flapt er wel eens iets uit. Maar flapt er nooit uit ik ben. Het gaat om ik doe. Ja? Daarom is voor je eigen mantra, ik ben ook ongelooflijk krachtig om dat te gebruiken. Hey, super dat je kijkt. Laat me even weten waar je vandaan kijkt. En als je dit op een later moment bekijkt, zeg dan even replay in de comments. Wat verder van belang is, is dat dat zinnetje, hè, ik zei het al even, neem daarvoor het doel wat je wilt bereiken of waar je naartoe aan het gaan bent of iets wat jij graag wilt zijn. Maar het is wel belangrijk dat je dat ook echt gelooft. Dat je erin kan geloven. Dat je er iets bij voelt. Want hoe meer jij daarachter staat en eigenlijk hoe overtuigender jij dat tegen jezelf kunt zeggen en kunt voelen, hoe beter het werkt. We noemen die zinnetjes ook wel affirmaties. En daar zijn heel veel dingen over verteld. Maar het belangrijke is, als jij iets gaat zeggen waar je totaal geen gevoel bij hebt en wat je eigenlijk helemaal niet kan voorstellen en waarvan je eigenlijk ook helemaal niet weet of je dat nou wel echt wil, dan gebeurt er heel weinig. Dus als ik bijvoorbeeld tegen mezelf zeg, ik ben een miljonair. Nou, ik kan dat 100 keer zeggen. Ik kan het 180 keer opschrijven. Maar er gaat bij mij niet heel erg veel gebeuren. Want ik zie dat gewoon zelf niet. Ik geloof dat niet. Ik ambieer dat niet. Ooit is dat misschien leuk. Maar ik wil dan al gelijk zeggen, als ik de lotto win, op dit moment heb ik daar de ambitie helemaal niet. Weet je? Dus neem iets waarvan je echt voelt, ja, dat kan. Dat wil ik. En dat is gaaf. En daar wil ik voor gaan. Oké? Okay? En als je dat dus met plezier en met echt gevoel, of wel passie zoals ze dat noemen, kunt zeggen, dan gaat dat echt ook werken op een niveau lager in jezelf. Dus dieper in jezelf, op een onbewust niveau. En dat is wat je wil. Wat kan je doen om dat te versterken? Nou, je kunt dat zorgen dat je daar een screensaver van maakt, bijvoorbeeld op je computers, op je iPad, op je telefoon. Je kunt post-its ophangen. Dat kan bijvoorbeeld op je spiegel 's ochtends. Het kan op je koelkast. Het kan op je computer. Het gaat erom dat jij regelmatig wordt herinnerd aan die mantra. Die mantra die jij voor jezelf hebt bedacht. En dat je die op meerdere malen aan jezelf laat zien. Ter bevestiging van, hey, dat ben jij. Jij bent zelfverzekerd. Als je dat, die mantra voor jezelf gaat schrijven, ik zei het al even, begin met de woordjes ik ben. Bij voorkeur hou je het positief, dus niet, zeg niet bijvoorbeeld ik ben niet arm, maar zeg liever ik ben rijk. Want heel vaak wordt dat niet gevoeld. Dus dan zeg je ik ben niet rijk, of nee sorry, ik ben niet arm. En dan zeg je eigenlijk ik ben arm. En dat is wat je niet wil. Dus zeg dan liever direct het juiste woord, zonder dat er een ontkenning aan te pas komt. Dus in plaats van ik ben niet arm, zeg je ik ben rijk. Of iets wat goed voelt voor jou. En stel nou even dat jij zegt van ja, op dit moment voel ik me heel erg arm en ik wil wel rijk zijn. Maar ik merk dat tegenovergestelde is echt nog een brug te ver voor mij. Dan voel ik het niet, maar het is wel wat ik uiteindelijk wil bereiken. Wat je dan kunt doen is zeggen, elke dag word ik rijker. Elke dag ben ik rijker. Waardoor je wel iets zegt waarmee je uiteindelijk naar je doel toe groeit. Maar je zegt het op een manier waarop je denkt, ja, dat zie ik. Dat voel ik. Daar kan ik wat mee.
En dat is dus heel belangrijk, dat je een zinnetje voor jezelf opzegt die echt bij jou resoneert, waar jij wat mee voelt. Of het nou een klein stapje is of een groot stapje, dat maakt niet uit. En of je daar nou lang mee doet of kort, dat maakt ook niet uit. Maar het gaat erom wat voor jou werkt. Nou, en er zijn er nog heel veel dingen die je kunt doen. Je kunt dat hardop tegen jezelf zeggen in de auto als je naar je werk rijdt. Of hardop tegen jezelf zeggen in de douche. Je kunt het opnemen. Je kunt naar speciaal ingesproken mantra's luisteren. Je kan echt ongelooflijk veel doen. Maar voor mij persoonlijk werkt het heel goed als het mijn woorden zijn die mijn doel onderstrepen en waarvan ik echt voel, ja, dit kan ik bereiken en dit wil ik bereiken. En door dan op cruciale momenten op te zeggen en elke dag mee aan de gang te gaan, merk ik in ieder geval dat er heel veel gebeurt. Als je vragen hebt, laat het me weten, want ik beantwoord ze heel graag. Ga ermee aan de gang en ga het eens voor jezelf proberen. Als je nu kijkt en je hebt een vraag, laat het me nog even weten. Stuur me anders een hartje als je geen vragen hebt of wat je hier hebt uitgehaald. Dat waardeer ik enorm. En dan haal ik heel even adem. Als je geen vragen hebt, ook helemaal goed. Weet dan dat ik in principe elke donderdag of vrijdag live kom in deze Facebookgroep. Als je een specifiek onderwerp hebt waar je het over wilt hebben, dan hoor ik dat heel graag. Voor nu een heel goed weekend en tot snel.